Zo, wow. Kijk even hoe lang. Dit is lang. Is bijna leeg. Dag jongens en meisjes. Vandaag gaan wij deze doos van Play-Doh openmaken. De slijm Play-Doh. Dit gaan we zo in elkaar zetten en mee spelen. Ben je benieuwd? Kom dan snel kijken. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. En kijk eens wat we vandaag hebben. We hebben van Play-Doh slijm. Ja, dit is de eerste keer dat we dit gaan uitpakken. Ik vond dit op internet en ik dacht, dit heb ik nog nooit gezien. Dit moeten we uitpakken. Zullen wij eens even de doos open gaan maken, jongens en meisjes? En jullie weten het, hè? Vinden jullie dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog hieronder aan de video. En zijn jullie nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet dan niet op het rode knopje te drukken hieronder aan de video. Als hij rood is, dan druk je er even op. En kijk, als hij dan zo grijs is, dan ben je geabonneerd. Nou kom, we gaan snel de doos openmaken. Oh, eens even kijken. Ik had dit nog nooit gezien. Misschien ken jij dit wel. Maar dit ziet er grappig uit. Kijk nou toch eens even. Oh, hier. Een soort tangetje. En dat zijn twee vingers, moet dat voorstellen. Kijk, een handje. Met dit tangetje gaan we straks de slijm uit zijn neus trekken. Oh, heel grappig. Ah, de haartjes. De voetjes met de slippers. Oh, er zit nog veel meer in. Een bakje. Oh, een hele grote neus. Wow, kijk even. Een hele grote neus. En het potje slijm. Ja, ik wist helemaal niet dat ze dit hadden. En hier nog een potje slijm. Oh, ik ben benieuwd. Dan komt hier het poppetje. Kijk eens even. Nou, die gaan we zo in elkaar zetten natuurlijk. En de boekjes, is die leeg? Even kijken hoor. Ja, er zit niks meer. Zo, laten we eerst eens even alles uit elkaar pakken. De voetjes. Kijk nou, wat grappig. Heel leuk. En jullie weten het, jongens en meisjes. Aan het einde van deze video ga ik ook nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. Dus blijf kijken. Zo, kom jij hier maar eens even uit. Snoddy Scotty. Oh, wat grappig. In zijn onderbroek staat hij. Nou, dat moet niet gekker worden. En dan gaan we dus zometeen nog slijm uit zijn neus duwen. Heel grappig. Even kijken. Oh, kijk, hij kan zijn handjes bewegen. Dan gaan we eens even zijn neus erop zetten. Oh, kijk nou toch. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Heel grappig dit. Zo. Wat een lekkere grote neus heb jij. Zo, kijk eens even de haartjes. Dan moeten we dit hierin klikken. Even kijken. Zo. Klik. Kijk, die zit erin vast. Dan gaan we zijn haartjes hierin doen. Let op. Goed kijken. Zo. Huppakee. Kijk eens. Oké. Let op. Snoddy Scotty is klaar. En kijk eens, volgens mij kan die zelfs met zijn vinger zometeen in de slijm. Hé, dit is toch grappig. Oké, jongens en meisjes, let op. Als het goed is, gaan we hier nu slijm in doen. Laten we beginnen met de groene slijm. Oh ja, en kijk eens, het is ook echt zo lekker slimy. Oh, dit voelt altijd zo lekker, toch? Vind je niet? Let op, gaan we hierin doen. Het is echt een beetje slijmerig. Gaan we het hierin doen. Oh, hebben jullie wel eens met slijm gespeeld? Het is wel een beetje vies, daar moet je altijd wel een beetje mee uitkijken dat je het niet overal in krijgt thuis. Maar kijk even, we gaan het erin duwen. Even kijken hoor, kunnen we nog meer erin doen? Ja, we duwen het er nog iets verder in. Oké, dan de rest laten we er even uit, zo. Oké, nog een beetje erbij. Dat is makkelijker, ja. Dat gaan we doen. Kijk, we scheuren toch een beetje in stukjes. Of ik krijg niet alles erin. Kijk, dit leg ik even in het potje. Het laatste beetje nog erin doen. Ja, kijk eens even. Heel goed. Oké. Zo, kijk eens even. Alles zit er zo goed als in. Laatste beetje. Dan drukken we hier een beetje op. Nou, dan gaat het ook ongetwijfeld daaruit komen. Maar, kijk eens even. Zien je neus al? Oké, ik ben heel benieuwd. Let op. We gaan het haar naar achter drukken. Moeten jullie kijken of jullie het uit de neus zien komen. Komt-ie.
gaan we drukken. Komt iets? Oh ja, zien jullie al? Oh ja, zien jullie al iets? Kijk even. Oh nee, wat een dikke snottenbellen. Oeh. Maar we gaan nog een beetje erbij drukken, let op. Kijk, de rest doen we er ook even bij. Want we willen natuurlijk lange ruggers. Want we willen natuurlijk lange, slijmerige snottenbellen. Gelukkig is het maar slijm, hè? Komt-ie. Okay, gaan we weer drukken. Let op. Gaan we kijken of ze nog langer worden. Oh, kijk nou toch. Oh, bah. Oh, gelukkig hebben we een tangetje. Zullen we het eens even met het tangetje pakken? Oh, kijk nou toch. Oh, niet met je vinger eraan komen. Of wel een beetje. Kijk eens even met zijn vinger. Zullen we het om zijn vinger heen doen? Oh, wat doe je nou toch? Ga je een beetje in je neus pulken? Oh, wat grappig dit. Kan het er zo uittrekken? Ja. Kijk, wow. Nog een beetje. Kom er maar uit. Oh, dit is grappig, jongens en meisjes. Nou, dit vinden jullie vast heel leuk om mee te spelen. Ik vind het wel heel grappig. Hier nog een beetje de snottenbel uit. Oeh. Kijk, nou toch wel een hoop slijm. Kom er maar uit. Krijgen we alles eruit, denk je? Jawel, hè? Zo. Kijk eens even. Hé, dat hebben we goed gedaan. Zit er nog wat in? Nee, niet echt meer. Kijken we hierachter even. Want we hebben nog een ander kleurtje. Die wil ik ook even proberen met jullie. Kijk eens even. Nu hebben we het er wel uit. Zo. Nou, dit gaat weer even in het slijmpotje. Kijk, nou toch. En, oh. Dit is grappig, kijk. Oké, die doen we even dicht. Dan gaan we nu naar het andere potje kijken. Hier zit ook slijm in. Oeh, kijk eens even. Oeh, yakiba, gele slijm. Oeh, helemaal glibberig. Wow. Oké, zullen we die er eens even in doen? Zo, kijken of het in één keer erin kan. Of dat we het ook even in twee keer moeten doen. Ik denk weer twee. Haal een stukje eraf. Hoppakee, kijk. Wow. Ja, dit stoppen we er weer even in. Kijk nou toch, hoe grappig. Zo. Oké. Komt-ie, zijn jullie er klaar voor? Gaan we het eerste erin drukken. Laat ik het even een beetje eronder zien, kijk. Oeh, ja, daar komt het eerst al. Dikke snottenbellen. Oh, baskorrie. Oh, 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 oh. Maar, kijk, we kunnen nog meer erin doen. Drukken we dit er een beetje in. Laatste blubs erin. Komt-ie. Oh. Hoor je het al? Dikke snottenbellen. Kijk nou toch. Oh, wat grappig dit. Oké, komt-ie. Gaan we weer drukken. Komt-ie. Oh, wat een snotneus. Wat een snotneus. Laatste beetje, kijk. Dit kunnen we nog induwen. Zo, daar hebben we alles gehad. Kom maar. Drukken. Oh. En laten we dit eens even pakken. Met het tangetje. Oh, wat grappig. Zullen we eens even, want ik had hier een bakje gezien. Zullen we dat er eens even daarin doen? Kom eens even. Even die neus, kijk. Hoppakee. Ja, laat me los. Zo, kom er maar eens even uit. Zo. Huppakee. Misschien moet ik toch even met mijn handen ook een beetje helpen. Ja, en hier. Kijk, deze snottenbel eens even. Wow. Kom maar in het bakkie. Zo, wow. Kijk even hoe lang. Dit is lang. Is bijna leeg. Ja. Huppakee. Zo, gelukkig is het speelgoed. Zo, kijk. Hij is bijna leeg. Laatste beetje. Plakt helemaal aan mijn handen. Kijk nou toch. Zo. Oh, wat grappig dit. Kijk. Nou, en is hij weer schoon. Hebben we een vol potje met gele slijm. Oh, wat leuk. Wat een grappig poppetje. Nou, dit is wel echt heel leuk, jongens en meisjes. Maar jullie weten het. Dan is het nu tijd om de groetjes te doen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Yannick van 9 jaar en Lennon van 3 jaar uit Duiven. En jongens en meisjes, Lennon is bijna 4 jaar, alvast gefeliciteerd. Zelquino van 6 jaar en Safrinza van 5 jaar.
Emily van 2,5, Gwen van 1,5 en Nolan van 1,5 uit Almere. Jort van 2 jaar en Eva van 5 maanden uit Broekerhaven. Lander van 4 jaar uit Renkum. Levi van 4 jaar en Vaya van 2 jaar uit Roosendaal. Liam van 2 jaar uit Bokstel. Benjamin uit Heer Hugo Waard. En jongens en meisjes, Benjamin is vandaag 6 jaar geworden. Gefeliciteerd Benjamin. James van 5 jaar uit Voorhout. Sophie van 1 jaar. Caitlin van 10 jaar uit Enschede. Stijn van 5 jaar en Luc van 3 jaar uit Woudrichem. Fenna van 6 jaar en Eline van 4 jaar. Marley Rose van 3 jaar uit Zaandam. Elise van 2 jaar. En jongens en meisjes, Elise wordt 30 maar 3 jaar. Alvast gefeliciteerd. En Elise komt uit Ede en is gek op de Play-Doh dokterhond. Nou, wat leuk. Dex van 2 jaar uit Groesbeek. En jongens en meisjes, Dex is morgen jarig en dan wordt hij 3. Alvast gefeliciteerd. Maurice van 2 jaar en zijn broertje Oscar uit Haarlem, België. Irissa van 5 jaar uit Spijkenisse. En ze wil ook graag haar vriendjes en vriendinnetjes de groeten doen. Nou, super lief van jou. Genea van 9 jaar en Jula van 3 jaar. Duke van 13, Cammy van 10, Alice van 6 jaar en Romaisa van 3 jaar uit Varensdorp. Adenetap Rose Dremolo van 5 jaar uit Venray. Katjalin van 6 jaar en Anesa van 2 jaar uit Urk. Kildan Hipop uit Groenebergen. Katja van 5 jaar, Annemijn van 3 jaar en Lottemijn van 1 jaar uit Kortland. En Bleppy de Knuffel kijkt ook mee. Superleuk. Dennis Ziagones van 6 jaar. Dylan Hugas van 6 jaar uit Hardingsveld. Dennis Kooijmans van 2 jaar. Lente van 4 jaar uit Bergen op Zoom. Adam van 4 jaar. En Ea van 2 jaar. Jesse en Kai uit Alsmeer. Nova Igbinoza van 3 jaar uit Den Helder. En ze vindt de video's heel leuk. Aaron van 3 jaar en Soraya van 1 jaar uit Friesland. En ze kijken heel graag naar de kleifilmpjes. Nou, superleuk. Ik hoop dat jullie deze ook weer leuk vonden. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan papa of mama of ze onderaan deze video via die link in het formulier jouw naam willen zetten. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En willen jullie alvast weten wat ik in de volgende video uit ga pakken? Ik laat het jullie een beetje zien. Ik ga het alvast een beetje verklappen. Kijk eens even. Play-Doh van Peppa Pig. Ja, in de volgende video ga ik dit uitpakken. En wil je nou vaker weten wat ik uit ga pakken? Volg me dan even op Instagram. Hier onderaan de video staat het linkje naar mijn Instagram. En daar maak ik altijd foto's van speelgoed wat ik ga uitpakken, wat ik weer heb gekocht en een kijkje achter de schermen. Nou, papa of mama kan daar vast wel even bij helpen. Hey, vonden jullie dit een leuke video? Vergeet niet op het duimpje omhoog te drukken hier onderaan de video. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!